Ja, nu is hij op en neer. Oké, hij loopt. Oké, okay, Volkert. Wil je hem even laten zien dat we denken dat het wel nu werkt? Tenminste, met de uitleg die je hebt gegeven. We hebben hem gezet tussen 3,5 en 3,8. Als Ruud nou even de set laat zien, of ik draai nu aan de, ja, je hoort het waarschijnlijk al. Als ik hem opdraai, dan loopt hij inderdaad naar de frequentie waar hij nu op moet doen. De andere kant uit, terug in lagere frequentie. Dus hij loopt inderdaad tussen die 3,5 en 3,8, vindt hij een nieuwe positie. En dat is precies wat we even wilden testen. Het is nog niet helemaal perfect, maar met jouw uitleg is dat, denk ik, tussen de set en de vacuüm C een gelukte test. Andere kant uit. Hoppa, hoppa. Lineair of niet, hij draait gewoon. Kijk maar, ik kan nog even deze zetten. Ja. Laten zien. Goed. Oké, de stroom. Oh ja, die stroom hebben we ook natuurlijk nu op 1 ampère ingezet. Dus nou wordt het leuk om te kijken of het ding van mij ook hopelijk ook aan het draaien te krijgen is. Oké, bedankt zover weer en de groeten. Ja. Ja, dat is goed, hè. Dan moet hij wel stoppen. Lang even lang interview.